De brandweer moet van te ver komen en is daardoor 10 minuten langer onderweg dan de landelijke norm. De woningchecks zijn dus eigenlijk een noodoplossing. De woningen worden op een aantal punten gecheckt, bij een bezoek dat nog geen half uur hoeft te duren. Nou, wat me opvalt hier zo in huis is dat u hier bij de entree geen rookmelder heeft. De huizen worden gecontroleerd op een aantal dingen die voor de hand lijken te liggen. Nou, waar we met name op letten is dat mensen een rookmelder hebben. Want zonder rookmelder word je niet gewaarschuwd bij brand. En dan kan het ernstige gevolgen hebben. En waar we vooral nadruk op willen leggen is dat mensen een goed vluchtplan hebben. Dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat de rookmelder afgaat. Maar er zijn ook controlepunten die bewoners niet snel in verband brengen met brandveiligheid. Ja. Zorg dat je huisnummer goed zichtbaar is. Dat is voor de brandweer heel fijn op het moment dat we aankomen rijden in de straat, dat we meteen je adres kunnen vinden, dat we daar geen tijd mee verliezen. Het huis van Frans Vermeulen en zijn gezin is als allereerste aan de beurt. Hij dacht genoeg aan preventie gedaan te hebben. De trap is in ieder geval vrij van obstakels. Maar het kan beter. Dat in elke ruimte eigenlijk een brandmelder moet. Ik dacht beneden, in het trappenhuis, want daar zit dan de trek in. Ik denk dat is goed. Maar ja, zij zeggen toch, elke ruimte is beter. Ja. Dus dan moeten we dat doen. Hoe belangrijk de mensen in Batenburg deze checks door de brandweer vinden, blijkt wel uit het feit dat zo'n 60 gezinnen om deze controle hebben gevraagd. Bijna 25 dit weekend en de rest krijgt volgende week zaterdag en zondag bezoek van de brandweer.